Eigenlijk is het ook een soort van lekker even op de bank met een pot thee en een stuk chocola. En dan gewoon lekker lezen. Nou, als ik een tijdschrift lees, dan doe ik dat veel bewuster. Met tv kan je veel makkelijker wegzappen. Je hebt ook niet altijd een keuze naar wat je kijkt, want het is wat je aangeleverd wordt. Dus dan met een tijdschrift kies je om het te kopen. Dus dan kies je veel meer wat bij jou zelf past. Even moment om even tot rust te komen. Lekker op de bank. Onderuit een tijdschrift lezen vind ik heerlijk. Liefst lekker alleen op de bank. Dus met koffie en dan krijg ik wel een uurtje zoet. Dan ren ik naar de brievenbus en dan scheur ik hem open. Ja, dan ga je gelijk lezen. Dan laat ik mijn boodschappen staan en dan ga ik lezen. Maar ik probeer het dan s'avonds uit te stellen als hij in bed ligt. Pak een bakje koffie erbij. En dan ga ik gewoon lekker op mijn gemakje ga ik zitten lezen. Een tijdschrift dat lees je en dat is toch meestal, dat maakt bij mij meer indruk op mij dan het internet of de televisie. Daar kijk je naar van ja, het zal wel. Maar een tijdschrift dat lees je echt en dan is het meer naar mij gericht. Maar als je het alleen aan alcohol doet, is het lekker. Dat je denkt, oh heerlijk, hè, daar ga je echt voor zitten. Nou, gewoon lekker op thee erbij zitten. Ja, even een moment voor mezelf, gewoon even lezen. Het geeft een meer intiem iets. Ja, bij een blad vind ik dat ik het heel veel persoonlijker meemaak dan op televisie. Ja. Op televisie wordt het voor je verteld en nou lees je het zelf. Dan zit je zelf in het verhaal. Ja, ik vind dat meer persoonlijker. Op tv word je een beetje geleefd als je een tijdschrift leest. Dan heb je gewoon kun je zelf veel meer bepalen wat je doet en wat voor tempo je iets leest en wat je interesses zijn. TV loop ik voor weg. Ik bedoel, ik kan in de keuken staan en kan ik ook nog luisteren wat er gebeurt. Voor een blad ga je echt zitten.